Een 63-jarige man is donderdagmiddag bij een brand in zijn woning aan de Van Dekemalaan in Heerenveen om het leven gekomen. Iets na 4 uur kregen de hulpdiensten via 112 een melding dat er in de betreffende straat een hoekwoning in brand stond. Buurtbewoners hadden nog geprobeerd om de woning binnen te gaan, omdat ze het sterke vermoeden hadden dat er nog iemand in de woning was. Door de hevige rookontwikkeling en de hitte lukte dit niet. De brandweer heeft ook nog een poging gedaan om naar binnen te gaan, maar dat was ook te gevaarlijk. Nadat het vuur grotendeels was geblust, werd het levenloze lichaam van de 63-jarige bewoner aangetroffen. Bij de brand kwamen ook 2 honden om het leven. De aangrenzende woning liep door de brand veel rook- en waterschade op. Er ontstond ook een groot gat in het dak. De bewoners van dit huis zijn opgevangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Dat wordt onderzocht door de technische recherche.